Op 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Nut, Schinnen en Onderbanken tot de gemeente Beekdalen. Een groene buffer tussen de stedelijke gebieden van Parkstad en Sittard-Geleen. Beekdalen vormt met de A76 een belangrijke speel in de Zuid-Limburgse economie. Maar biedt ook plaats aan ontspanning en recreatie voor recreanten uit zowel binnen- als buitenland. In aanloop naar de fusie speelt IBA Parkstad een belangrijke rol in de ontwikkeling van de groene economie in Beekdalen. Door iconen in de regio te ontwikkelen en met elkaar te verbinden, ontstaan economische kansen. Beekdalen is in Onderbanken en in Nut de toegangsweg tot Parkstad. Deze beide poorten van Parkstad worden opgewaardeerd om een levendige entree van het Parkstadgebied te vormen. In Onderbanken omvat de noemer Poort van Parkstad 3 projecten. Zo wordt het groengebied rondom de eerste Limburgse zweefvliegclub opgewaardeerd. Daardoor wordt een duurzame basis gelegd voor kleinschalige verblijfsrecreatie. De zweefvliegclub zelf zorgt daarbij voor een unieke dimensie. Bij het verzonken kasteel van Etzenrade, nu nog slechts zichtbaar als het Etzenrader Huske, worden de historische grachten van het kasteel zichtbaar gemaakt. De grachten krijgen, naast een educatieve en toeristische functie, een waterbergende functie. Van de archeologische vondsten worden 3D-prints gemaakt die ter plekke geëtaleerd worden. Tot slot wordt Onderbanken een iconische brug rijker. Een fietsbrug over de N274 met een kunstwerk van Marijke de Goeie zal de toegang tot het noorden van Parkstad sieren. De andere poort van Parkstad in Nut is het nu nog onaantrekkelijke gebied rondom het station van Nut. Met sloop, herbouw en herinrichting wordt dit deel van Nut getransformeerd tot een aantrekkelijk gebied voor omwonenden en ondernemers. Door de komst van de buitenring kan het gebied ontwikkeld worden tot een kenmerkend bovenlokaal knooppunt voor openbaar vervoer en toerisme. Met als resultaat een impuls voor Corio Glana, Kasteel Hoensbroek en het Mijnspoor. In Nut wordt ook de Reus van Schimmert, de watertoren die in 2014 zijn functie verloor, onder handen genomen. Door het inrichten van een marktplaats en een brasserie wordt het Rijksmonument omgetoverd tot een platform voor lokale voeding. Ook is er in de toekomst ruimte voor arrangementen, workshops en educatie. Het uitzicht vanaf de toren speelt daarin steeds een belangrijke rol. Het gaat om voedsel uit het gebied dat vanuit de toren te zien is en niets van daarbuiten. Ten slotte wordt in Nut ook nog samen met IBA aandacht geschonken aan de gedeeltelijke transformatie van de kerk van Vaasrade tot een moderne en duurzame gemeenschapsvoorziening. In Schinnen wordt het project Gebiedsontwikkeling Schinnen uitgevoerd, waar men inzet op duurzame economische ontwikkeling en excellent wonen in vitale kernen. Er wordt gewerkt in een gebied dat zich uitstrekt vanaf het Centraal Plateau tot aan de Gijzelaar in Amsterrade. Binnen het project wordt onder meer geïnvesteerd in de Beekdalenroute, een fiets- en wandelpad dat straks langs de parels van de nieuwe gemeentes voert. Iconen langs de route worden toegankelijk gemaakt en voor de toekomst behouden. Zo heeft de Geleenbeek een natuurlijkere ecologische inrichting gekregen, wordt het oude mijnspoor ingezet als wandel-, fiets- en ruiterpad en wordt de Dionysiuskerk gerestaureerd. Met hulp van IBA Parkstad wordt het natuurgebied rondom de Mulderplas in Tull opgewaardeerd om meer bezoekers te trekken. Samen met Natuurmonumenten en Waterschap Limburg wordt er een ecologische corridor gecreëerd, waar duurzame bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in samenspraak met de natuurlijke omgeving. De Alfa Brouwerij investeert in een nieuwe omgeving van de fabriek en de bouw van een brasserie tegenover de brouwerij. Terwijl de bestaande parkeerplaatsen worden verplaatst om meer ruimte te bieden aan de natuur. Ook worden er zichtlijnen gemaakt tussen de Mulderplas, de Alfa Brouwerij en de Muldermolen. Een andere rustplek voor recreanten. De IBA-projecten in Beekdalen worden voor 2020 afgerond. Uiteindelijk zal de Beekdalenroute de projecten met elkaar verbinden. Gezamenlijk dragen zij bij aan het unieke karakter van Groen Gemeente Beekdalen, waar geleefd en gewerkt wordt in het landschap.